wel een beetje op, nou, hoe zeg je dat, hoeft van mij geen opschriftje te hebben en in zijn joggingbroek te komen. Nou, als je het zo mag zeggen, iets bekaktere type is wel leuk. Hallo Jens, hi. Leuk dat je er bent. Heb je zin in? Ik heb heel erg zin. Ja. Ik val heel erg op blond. Mag ook een beetje lang haar hebben zoals ik zelf heb. Ja, hij is een knuffeltje. Ja. Je hebt eigenlijk precies wat ik opgegeven had als type. Beetje studentico ziet hij er ook uit. Nou, dat vind ik wel nice. Ik studeer bedrijfskunde in Rotterdam. Rotterdam ook? Jij ook? Zeker. Ja? Zeker. Hij heeft echt hele mooie ogen. En ja, wat ik zelf wat heel belangrijk vind is dat hij heeft heel erg mooi haar. Zo mooi krullend haar. Ook wel mooi lang. Niet te veel wax, maar ook gewoon lekker... Een beetje los en natuurlijk. Ja, maar wat gaan we voordoen? Boosters. Ik wou net zeggen, ze halen top dit. I like you very much. Hij heeft hele mooie ogen. En hij is natuurlijk een ontzettend charismatische gast ook. Los van hoe hij eruit ziet. Hij lult makkelijk met hem. En hij maakt een paar grapjes. En hij grijpt mijn grapjes ook. Dat is ook belangrijk. Ja, wat hem op. Ik zet hem iets langer dan jij, hè? Ja, dat is waar. Ik moet even doordrinken, Jens. Dus naast dat hij heel aantrekkelijk is, was hij ook nog spontaan gezellig. En ik kon me heel erg vinden in zijn humor. Je windsurft. Windsurf, ja. Ik heb letterlijk gezegd, het zou leuk zijn als hij ook windsurft. Red flags. Dat zijn red flags. Oh. Zo'n kuif heeft. Belde kuif. Oh, heerlijk. Nou, jij hebt wel veel mooie krullen. Heb jij zo'n heel goor mastje? Zal ik eventjes mijn mat laten zien? Ah, prachtig. Prachtig mastje. Surf dude mat. En? Oh, je hebt zo'n beetje een spoiler zelf. Ja, nee, het is weer tijd. Bij een studentenbudget. Misschien nog niet heel erg doorgaat, maar ik heb een ontzettend slecht gevoel voor humor. Nee, vind ik niet. Ik vind dat je een heel goed gevoel voor humor hebt. Zit je nou gewoon met mij te flirten? Ik ben er met jou aan het flirten. Ja, nou. Jij rookt net ook heel lekker. Als we toch complimentjes aan het uitdelen zijn. Hij werd geflirt. Ja, hij was zeker een goede flirt inderdaad. Straks ga je weer terug naar huis of heb je nog een leuke plannen vanavond? Nee. Nee? Heel saai, ga naar huis. Maar je hoeft niet per se naar huis. Een wijntje. Heb je ook het kistje meegenomen? Zou ik hem doen en dat jij dan de volgende... Oké. Okay. Ja. Wat gaan we doen, jongens? Aanbod betalen. Als het toch om rekening staat. Maar dat... Even kijken. Ik moet wel veel geld door mezelf overgemaakt. Ik doe het wel. Een pijnlijk puntje. Mijn huur was vandaag afgeschreven. Wat genaamd, joh. Willen jullie elkaar nog een keertje zien? Nee. Nee, ik vond het helemaal niks. Echt. Ik wil het zeggen, er was helemaal geen overeenkomst of zo, dat hele gesprek. Ik vond het hartstikke leuk. Ik zou heel graag nog een keertje met je op date willen. Ik ook. Ja? Leuk. Nou, mooi. Heb je het leuk gehad? Ja, bijna als er over nagedacht is. Goed zijn wij, hè? Kijk eens even naar deze ogen. Deze blauwe ogen fonkelen als de sterrennacht. Het is bijna een beetje ongemakkelijk van je, hoor. Ontzettend mooi haar. Goede positieve houding. Open houding. En ik ben wel heel erg fan van. Het is een match. Ja, natuurlijk. Dat had je er niet aan getwijfeld dan? Nee. Ik ook niet. Wij kunnen dat. Wij kunnen dat, hè?